guys, Marco hier en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video hier op TechTime. Het is vandaag vrijdag en dit keer is er wel een koopadvies. In deze video is het tenminste wel weer opgelost en dan hebben we weer niet hetzelfde fout gemaakt als de vorige keer. Ik heb een veldje in mijn oog, holy shite. Maar in ieder geval, in deze video gaan we het hebben over een beeld voor 700 euro. Ja, dan zullen we misschien even, ja, maar pas is het al 750 geweest. Klopt, maar de community heeft gekozen dat we een pc gaan samenstellen voor 700 euro. En dat je dan de beste onderdelen daarvan kan krijgen. Dit is exclusief Windows licentie, want je kan natuurlijk ook Linux installeren of eventueel een ander besturingssysteem. It's only up to you, maar ja, misschien kan je zelfs ook via je school gratis Windows krijgen. Who knows, dus daarom hebben we die prijs niet meegenomen in deze beeld. En voor nu zetten we tenminste wel de prijzen bij de onderdelen bij. Jullie hebben het massaal nagevraagd en het is nu gewoon tijd dat we het gewoon gaan doen. De prijs in deze video zijn van 29 januari 2016, gebaseerd op de Tweakers Price Watch. Hey, nu weten jullie dat ook gelijk. Dus mocht je eventueel ergens anders de onderdelen duurder krijgen of eventueel iets anders, dit zijn de goedkoopste prijzen. Dus in ieder geval jongens, we gaan beginnen aan de beeld voor 700 euro. En deze beeld hebben we gekozen om juist niet alleen te focussen op gaming, niet alleen te focussen op fotobewerking en videobewerking, nee gewoon allround. Dit zijn gewoon de beste onderdelen die je kan krijgen voor een pc van 700 euro. Laten we de 75 lijst gaan halen, dat is super awesome. De vorige keren, vorige koopadviezen, allemaal meer dan 100 likes. Ontzettend awesome. Laten we dat proberen weer te halen. Nou ja, laten we eerst gewoon proberen 75 likes te gaan halen. En dat zou super awesome zijn. Maar we gaan nu gewoon beginnen met het allereerste onderdeel. Als processor hebben we natuurlijk gekozen voor een quad-core in dit geval. We hebben gekozen voor de Intel Core i5-6400. Dat is een hele quad-core CPU'tje die toch wel lekker snel is. En die alles toch wel lekker rap kan gaan doen. Fotobewerking moet geen issue zijn. Videobewerking moet ook geen issue zijn. En de meeste games maken toch maar gebruik van 4 cores. Nou ja, sommige games maken gebruik van 4 cores, dus 8 threads zoals met de i7 is niet nodig. En de FX-serie van AMD is op dit moment gewoon niet op te boksen tegen Skylake. Dus in dit geval hebben we gekozen voor de Intel Core i5-6400. Als motherboard hebben we gekozen voor de Gigabyte GA-B150M-D3H. Het is een micro ATX motherboardje, is ruimschoots voldoende voor wat je met je pc wil gaan doen. Voldoende features, voldoende aansluitingen. Je hebt ondersteuning tot 64 GB DDR4 geheugen, dus je kan er lekker mee gaan uitbreiden met wat je maar ook mee wil. Dit is gewoon een prima moederbord voor de prijs, alleen je kan hier niet mee overklokken. Dus wil je gaan overklokken, dan moet je meer investeren, maar dat gaan we toch niet doen met dit budget. Als geheugen, ja, dan hebben we gewoon weer de klassieke erbij gepakt, is een dual kitje gekozen. En in dit geval is er gekozen voor de Kingston HyperX Fury Black. En om precies te zijn is dit een dual kitje met in totaal 8 GB DDR4 2400 MHz. Is ruimschoots voldoende. 8 GB kan je voorlopig wel even mee vooruit. En mocht je even wat extra bij willen prikken, dan is dat natuurlijk geen issue. Kingston HyperX Fury geheugensticks zijn ook heel erg stabiel. En je hebt ook aardig lang garantie erbij. Ze zijn ook heel mooi low profile. Dus mocht je even later een hele grote koeler erop willen hebben, of je hebt zoiets van ik wil dat een beetje netjes weggewerkt is, dan kan je dat natuurlijk ook gaan gebruiken. Als behuizing hebben we een behuizing gekomen die eigenlijk ook heel vaak in de reacties voorgekomen is. We hebben namelijk in dit geval gekozen voor de Bitfinex Nova. En nu zul je misschien afvragen waarom een Bitfinex Nova en niet bijvoorbeeld de Cooler Master N200. Nou, in dit geval is dit toch wel een heel mooi kastje. Je hebt dus wel iets minder cable management mogelijkheden. Maar het heeft wel een window. En dat is natuurlijk ook heel mooi meegenomen. Dit kastje is ook heel erg stil en heeft ook voldoende aansluiting aan de voorkant. Inbouwen is ook heel erg makkelijk in deze behuizing. Ja, en dat voor de prijs is het gewoon een heel goed kastje. Laat je niet gewijs maken door de LED-verlichting die erin zit. Tenminste, op de foto's. Maar er zit standaard geen LED-verlichting in deze behuizingen. Maakt op zich niet zo heel veel uit. Die kan je altijd nog later bijkopen. Maar in dit geval is er geen LED-verlichting geplaatst. Als voeding hebben we gekozen voor de Cooler Master GMG450M. Dit is een voeding met een capaciteit van 450 watt. Is op zich voldoende voor dit systeem. Houd er wel rekening mee als je eventueel later nog een extra videokaart bij wil prikken. Dan moet je een zware voeding nemen. Maar dat is iets wat we niet hebben meegenomen, want de videokaart die we gekozen hebben is eigenlijk ruimschoots voldoende. Dus in dit geval hebben we gekozen voor de Cooler Master G450M. Prima voeding, niks mis mee, niet te duur, maar toch kwalitatief goed. Dus win-win? Ja, dat zeker. Het volgende onderdeel wat we gekozen hebben is natuurlijk een onderdeel waarmee je al je bestand op kan slaan. Je hebt daarvoor drie verschillende keuzes. Een SSD, een HDD of een combinatie. En in dit geval hebben we toch echt gekozen voor deze combinatie. Het is een 1 TB SSHD.
die op zich eigenlijk best wel goed presteert. Oké, het heeft misschien geen SSD performance, maar hij is toch sneller dan normale harde schijven. Dat is natuurlijk ook heel mooi meegenomen. Je kan natuurlijk ook gewoon een SSD gaan inbouwen. Alleen voor de prijs die we hebben is dat niet zo heel erg handig. En omdat een harde schijf toch een van de dingen wat traag is, hebben we toch besloten om voor deze SSHD te gaan. Niks mis mee. Is lekker 3,5 inch formaat. Dus net zo groot als een normale harde schijf. En ja, hij is gewoon een klapje sneller. Dat is natuurlijk ook heel mooi meegenomen. Natuurlijk hebben we ook gekeken naar een videokaart, want je wilt natuurlijk ook een beetje spels mee kunnen spelen. Je wilt er natuurlijk ook lekker mee gaan editen en video bewerken. En natuurlijk ook met Photoshop scheelt het ook enorm als je een aparte videokaart hebt. Waarom? OpenCL of CUDA. En in ieder geval hebben we gekozen tussen twee opties. Je hebt een optie voor de GTX 960 en de R9 380. Nou, dan even een beetje wikkelvegen en een beetje research gedaan, hebben we gekozen voor de AMD Radeon R9 380. En om heel specifiek te zijn, is dit er eentje van Sapphire. Dit videokaartje heeft maar liefst 4 GB VRAM. En dat is natuurlijk ruimschoots voldoende. De aansluitingen op de achterkant zijn ook helemaal tiptop in orde. Alle gangbare formaten die je tegenwoordig wel zo'n beetje kan verwachten op een videokaart zit erop. Dus geen VGA, houd daar rekening mee. En natuurlijk, ook heel erg mooi meegenomen, is dat er een backplate op de achterkant zit. Dus je ziet geen losse pinnetjes meer, je ziet geen chipjes of zo. Nee, er zit gewoon een plankje erop. Dat is natuurlijk ook heel mooi meegenomen, want dan ziet het pins ook clean uit. Dus, je ziet nu even, momenteel even een lijstje hier in beeld, met daarin een overzicht van alle gekozen producten. Wil jij ook inspraak hebben over ons koopadvies, dan moet je even naar onze Facebookpagina gaan, want daar komt de volgende poll online. We hebben zowel Twitter, Facebook als Instagram. Alleen, we wisselen een beetje af waar we de poll gaan houden. In dit geval is dit op Facebook. Linkje hiervoor zie je nu hieronder, onder mij verschijnen. Heel mooi balkje. Als je naar die pagina gaat en je geeft even je mening en je geeft even jouw input voor een koopadvies. Wie weet, misschien kiezen we jouw inzending wel voor volgende week. Vergeet ook niet jouw systeem in te sturen voor Showmeierig. Dat is natuurlijk ook mogelijk via showmeierig.com. Aanstaande zaterdag is er weer een nieuwe livestream. En wanneer dat precies is, dan moet je even kijken via onze social media. Het gebeurt gewoon op onze YouTube-pagina en dat komt helemaal goed. Jongens, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk, laat een like achter. Vond je het niet leuk, laat een dislike achter. Klik op de abonneerknop als je dat nog niet gedaan hebt. Het schiet ontzettend op. We hebben alweer bijna de 2000 abonnees. Het gaat werkbaar insane. Deel deze video ook massaal met de mensen die een nieuwe PC nodig hebben. En dan zeg ik jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel graag de volgende keer bij de nieuwe video. Hier op TechTime. Jongens, zoals altijd zeg ik, tot techs.